Goedemorgen en welkom bij het beursjournaal van woensdag 19 augustus. De beurs van Amsterdam zal vanochtend vlak van start gaan. Evenals begin van de week ook vandaag weinig nieuws op de agenda. SBM Offshore en Eureko kwamen vanochtend voorbeurs met cijfers. Ook de Duitse producentenprijzen over juli werden gepubliceerd, welke aanzienlijk harder daalden dan verwacht. Gaan we naar de halfjaarcijfers van SBM en Eureko. SBM Offshore kwam vanochtend voorbeurs met de cijfers over het eerste halfjaar van 2009. In de genoemde periode realiseerde SBM een omzet van 1,4 miljard dollar tegenover 1,5 miljard een jaar eerder. De winst bedroeg 95,5 miljoen dollar en dat is 12% meer dan de 85,3 miljoen dollar uit de eerste 6 maanden van 2008. In de eerste helft van dit jaar werden geen grote nieuwe orders binnengehaald, maar SBM houdt er serieus rekening mee dat in de tweede helft anders zal zijn. Voor 2009 verwacht de onderneming een vergelijkbare winst als in 2008. De omzet zal naar verwachting uitkomen op 2,9 miljard dollar. Verzekeringsconcern Eureko heeft in de eerste helft van 2009 een goede netto-winst geboekt, ondanks dat de resultaten wederom werden geraakt door dalende financiële markten. De gerealiseerde vooruitgang is volgens het bedrijf te danken aan het afbouwen van de risico's in de beleggingsportefeuille en de aangekondigde kostenbesparingen. Gaan we naar het overige bedrijfsnieuws. Voorts heeft iBasis KPN opnieuw gedaagd. De Nederlandse telecomreus zou een federale wet hebben overtreden. Imtech presenteerde voor 20 miljoen euro aan nieuwe Spaanse opdrachten. En Homburg tot slot overweegt om zijn beursnotering in Amsterdam op te geven. De Duitse producentenprijzenindex is in juli op jaarbasis met 7,8% gedaald. Ten opzichte van juni was er sprake van een daling van 1,5%. Hiermee is de daling aanzienlijk sterker dan door de economen voorspeld. Gaan we naar Amerika. Ten opzichte van het stevige verlies van maandag wist de Amerikaanse beurs zich dinsdag weer te herstellen. Omdat september op de beurs traditioneel een van de slechtste maanden is, lijkt de stevige daling van maandag verklaard te kunnen worden doordat veel investeerders nog voor het einde van augustus een aanleiding zochten hun aandelen te verkopen. Hetgeen hen werd geboden in de vorm van een teruglopende Amerikaanse consumentenvertrouwen. Op de sterke daling van maandag volgt een herstel op dinsdag doordat koopjeszagers weer mogelijkheden zagen. Dow Jones won 0,9% op 9.218 punten, de Nasdaq sloot 1,3% hoger en de S&P sloot 1% in de plus. Dit was het beursjournaal van woensdag 19 augustus. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.